controleren, ja of nee. En de inspectie die ik heb gedaan tot nu toe ben ik nog niet tegengekomen. Maar ja, ik heb van de problematiek gehoord en ik ga ervan uit dat die echt wel ergens bij ons in het gebied zal staan. Oké, dus je kent de problematiek, maar het is nog, misschien nog, het zou nog wat meer aandacht kunnen hebben in jullie organisatie. Ja, wij hebben er in ieder geval, zover mij bekend is, op dit moment nog geen problemen mee. Oké, ja. Zullen we dan de volgende, Jan? Ja, lijkt me een goed idee. Nu nog een keer. Oh ja, ja, komt goed. Gaat hij dan nog groter, denk je? Volgens mij is het zo. Helaas niet. Ja, de volgende vraag is, is Duizenknoop een probleem of een kans? En deze plaatjes illustreren de antwoorden. We zullen zo daar nog even een toelichting op geven. Het is goed om even goed te kijken wat je op de plaatjes ziet. Nou, je zou kunnen zeggen, elk antwoord is goed. Maar er is één antwoord wat volgens Jan en mij in ieder geval het beste antwoord zou zijn. En dat hebben we dan ook maar als goed gerekend. In Nederland, ja, in ieder geval die middelste foto, die komt zelfs uit ons eigen Limburg, daar hebben wij het ook. Dit is niet op een waterkering langs een watergang. Desalniettemin, deze foto illustreert iets heel mooi. De derde foto die heeft Jan genomen en die zal vast weten of dat in Nederland is. De rechter ging het over of de middelste? Ja, de rechter. Het is allemaal ja. Nederland, ja, maar, gewoon, maar rechts is genomen in de buurt van Muiden. Dus dat is een heel mooi recreatieterrein waar als je Duizenknoop volgroeid wilt zien en alle soorten bij elkaar, dan is dat een... Dus mocht iemand op excursie willen, dan bel me, dan zal ik vertellen waar het is. Nou, je kunt hier in ieder geval mooi zien, Jan, wat je allemaal, want dit lijkt, die laatste foto lijkt mij meer zo'n verliefde laantje, met bruidssluier ja, erop. Nee, je ziet wel hier maak je je trouwfoto, toch? Je ziet hier wel dat Duizenknoop qua plant, en je begrijpt meteen waarom die hier naartoe is gehaald in de tuinen. Het is een hele mooie plant. En hij biedt structuur, et cetera. Dus het is niet zo verwonderlijk dat dat gebeurd is. Hier is al bestreden. Ja. Want hij stond eerst tot op de rand van het fietspad. Dus ze hebben het een meter aan beide kanten weggegraven tot 50 centimeter diep met rootguard er nu tussen. Om te voorkomen dat de mensen helemaal niet meer gebruik kunnen maken van de... Maar wat je ziet, jullie hebben allemaal een antwoord ingevoerd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daar uitkomt. Maar ik kan jullie in ieder geval wel een beetje zeggen wat er is. Die eerste foto, ja, een kans. Is het nou een kans? Dat we vragen dat hier. En ik denk dat weinig mensen het als een kans hebben gezien. Maar als je het in Japan zou vragen, dan zullen ze zeggen, ja, het is een kans. Want je kan het eten, het is hartstikke lekker. En je kunt er geneesmiddelen van maken. Dus, en in Japan, of in ieder geval in het Verre Oosten, worden er stimulerende, of in ieder geval geneesmiddelen van gemaakt. Dus dat is hun kans. Daarom vroeg ik ook in Nederland. Ja. Maar ik vraag het aan jullie. Dus het antwoord is gebaseerd op wat wij hier met z'n allen vinden. Maar is het een kans? Nou, misschien zou dat wel kunnen. Misschien moeten wij ons de Oosterse cultuur eigen maken. Dan is het hier ook een kans. Maar voorlopig nog even niet. Want wat het probleem is, zie je op de tweede foto eigenlijk. Dat lijkt heel klein. Dat lijkt het probleem ook. De plant is ook klein. Maar je ziet precies wat je op een waterkering vooral niet wil hebben. Diep geworteld. Vooral bovenin geen wortel. Ja, erosie is natuurlijk hier, krijgt hier volop kans. Als deze is gemaaid. Als die groot is, laat die niks anders groeien. Dat zie je hier ook. En hier zijn ook maaimachines geweest. Dus voor hetzelfde geld, het risico is dat het maaisel in het water is gekomen, stroomafwaarts gaat en zich ergens anders kan vestigen. Als diegene die dit gemaaid heeft niet heel goed weet wat hij doet, dan heeft die maaisel misschien wel aan de overkant van de beek gekieperd. Gaat het daar groeien. Dus verspreiding, het kleinste probleem hier schetst misschien wel het grootste probleem. Ja, een groot probleem, als je dan denkt over groot, nou Jan zei het, ja. Jan, je ziet hier een prachtig volgroeide haag, ja, waar je inderdaad mooie trouwfoto's kunt maken, maar ja, als dit je waterkering is, dan word je er toch bedroefd van. Wie heeft hem trouwens in die laatste omvang ergens op zijn waterkering staan? Ja, dus ook dat komt gewoon voor, ja. Julianakanaal staat hier ook. Ja, ik weet niet of er iemand van Rijkswaterstaat hier zit, maar die zou dat kunnen weten. Ja.
wel benieuwd naar. Wat gaan jullie nu doen als je die rechtse foto hebt? Nou, ik denk dat we dat beter straks even terugkomen. Ik denk dat dat komt verderop, dan kunnen mensen daarop, kunnen jullie daarop reageren op dezelfde, op een dergelijke... Ja, hier zijn vragen. Ja. Je hebt het over de erosiebestendigheid. Is er ooit onderzoek gedaan naar erosiebestendigheid rond een pol, nou niet een pol, maar rond een populatie Japanse duizendgenoot? Volgens mij is dat eigenlijk de vraag aan Jan. Nou, ik weet het niet. Nee. Er is veel onderzoek gedaan, maar te weinig ook. Daarom heb ik net als Kans geantwoord. Want we praten elkaar, even oneerbiedig gezegd, we praten elkaar na van hij is gevaarlijk op de waterkering. Maar als daar geen onderzoek naar gedaan is hoe erosie gevoelig die is, dan vind ik dat een kans om toch nog eens even naar te gaan kijken met elkaar. Ja, nou dat betekent, dan heb je het eigenlijk over het Polbos onderzoek wat jullie gedaan hebben, Jan. Hè? Zou dat vervolg moeten krijgen? Volgens mij is dat dan... Nee, dat is niet de vraag. De vraag is, er wordt inderdaad heel veel gepraat over het daadwerkelijke probleem. En wordt ook, wij hebben ook op onze website staan, het groot probleem met infrastructuur, waterkeringen. Het probleem daarbij is duizendknoop is een groot probleem in de zin van je beheerkosten gaan omhoog. Je zag net de middelste foto heb ik gemaakt langs de vloedgraaf bij Nieuwstad. Overstroming, hij heeft de bovengrond volledig weggespoeld. De vraag is dat een probleem voor de waterveiligheid of is dat een probleem voor de beheerder die daar vervolgens de oever opnieuw moet herstellen en de kosten voor moet maken. Dus de echte voorbeelden heb ik net ook nog van tevoren met André over gehad. Van de echte voorbeelden, dat is een van de weinige voorbeelden waarvan ik een foto heb gehad of iets dergelijks waar een heel groot, wat in potentie een risicovolle situatie zou kunnen opleveren. Maar je ziet wel ook op bouwlocaties dat de huizen gebouwd worden bovenop duizendknoop, groeilocaties, et cetera. Dus hij groeit door fietspaden heen, maar dat doet de populier ook. Het probleem is niet zozeer van er zit een potentieel gevaar in of een risico. Het grootste probleem zit hem denk ik in het beheer. En de toename van beheerkosten, verkeersveiligheid denk ik wel dat een groot issue is als je het hebt op klaaf, als die op rotondes of bij kruispunten of iets dergelijks zulke hoge planten hebt komen te staan, is natuurlijk niet gunstig. Goede vraag. Onderzoek is er niet gedaan, dus dat zou een goede zijn. Maar er zijn heel veel duizendknoop Europees wijd vinden je kunt meer vragen stellen dan dat er onderzoek is gedaan rondom duizendknoop. Ook waarom reageert hij op een bepaalde manier op bestrijding enzovoort. Ja. Google help je in ieder geval met heel veel plaatjes, maar dat is dan inderdaad nog geen wetenschappelijk onderzoek of bewijs. Ik begrijp wel dat het wandsysteem constructies aan elkaar kan drukken. Dat klopt, daar heb ik ook voorbeelden van gezien. Bijvoorbeeld, maar dat is wel... Alles is relatief en dat wil ik mee zeggen van als je te lang wacht, dan kan dat gebeuren. Maar als je er op tijd bij bent, dan is het risico veel minder. Maar dan moet je iets doen. Maar. Wij hebben bij Waterschap Zuiderzeeland de duizendknoop in de gezette bezandbekleding staan. Op de overgang tussen een teenschot en de kreupelbeem. Ik bedoel dat je met zijn wortels de teenschot uit elkaar kan drukken. Dat lijkt mij best wel. Dat risico lijkt mij wel aanwezig. Mm-hmm. Dus. Zolang je het hebt, zou het eigenlijk heel interessant zijn om dat te volgen en dat vast te leggen. Maar dat zou natuurlijk heel mooi zijn om te zien of dat ook daadwerkelijk zo is. Nee. Maar goed, zolang je, als je de ultieme oplossing hebt om het weg te halen, maar zolang je dat nog niet hebt, is het wel mooi om te volgen. Ik denk dat we naar de volgende vraag kunnen, want we zien de tijd niet in beeld. Maar ik zag net de tijd op daar ergens, dan moeten we niet te lang wachten. Is er binnen uw waterschap beleid of zijn er richtlijnen opgesteld met betrekking tot duizendknoop? Of als onderdeel van de richtlijnen gericht op exotenbeleid, waar dan duizendknoop onderdeel van is? Nou, ik zie al dat iedereen nu dit keer, dat is een goed voorbeeld van hoe we het dus eigenlijk zouden moeten doen, volgende vraag alvast neerzetten. Dan antwoordt iedereen alvast terwijl we nog aan het praten zijn. Dus het verandert nog terwijl we aan het kijken zijn. Nou, duidelijk dat nog, het is niet algemeen beleid, dat is duidelijk, maar ja, als je de weetnet niet zou weglaten, dan is het dus ongeveer 50-50.
Als je het hebt over, het is goed dat er al beleid is, tenminste bij een groot aantal mensen hier aanwezig. Bij wie is er al beleid? En wie wil er iets vertellen over hoe dat het beleid is vormgegeven? Nou, dat is niemand. Ja, en is het beleid, of heb je misschien wel gewoon een instructie hoe je ermee omgaat? Ja. Dat zijn dan natuurlijk ook, dan kun je heel praktisch, dat kan iets heel praktisch zijn. Hoe ga je ermee om? Ja, bij Waterschap Rivierenland hebben we gewoon in het beheer- en onderhoudsplan staan dat het een ongewenste soort is. En daar hebben we een bijlage bij, een soort van werkinstructie, hoe we ermee om willen gaan. En dan sluiten we gewoon aan bij de digigids die zegt dat één soort al een probleem is. Of één plant al een probleem is. Ja. Vrij laag bij de grond, gewoon wat de dijkbeheerders doen, hebben we op papier gezet, min of meer. Ja, oké. Okay. Toch, heren? En dat gebruik je ook bij je aanbesteding, bijvoorbeeld van je maaibestek, hoe je ermee om kunt gaan, zodat je in ieder geval... Alle plaagsoorten, inventariseren alle plaagsoorten op een aparte kaartlaag, zeg maar. En daarna bestrijden we hem volgens de werkinstructie. En dat zetten we niet weg bij de maaiaannemer. Ja, nou, een werkinstructie zou in ieder geval wel mooi kunnen zijn om op jouw site of op onze site handreiking te gebruiken. Maar ook bij Probos, bij bestrijding duizendknoop, zodat we die instructie met z'n allen kunnen gebruiken. En dan mogen er ook best meer bij elkaar komen, want hoe meer we met elkaar delen, hoe beter dat we ermee om kunnen gaan, denk ik. Nou, je hebt natuurlijk de Europese verordening voor invasieve soorten. Daar staat duizendknoop niet op. Dat is een bewuste keuze geweest, omdat lidstaten in het begin nog niet wisten wat die verordening precies in ging houden en bang waren dat, jullie weten zelf wat de omvang van het duizendknoopprobleem is, dat ze bang waren dat het uit de klauwen ging lopen qua financiële middelen die er nodig zouden zijn om het probleem aan te pakken. Inmiddels is duidelijk hoe die richtlijn zich ontwikkelt en is het minder ernstig dan dat gedacht van qua hoe je met die soorten moet omgaan. Duizendknoop zou er kunnen komen, maar dan moet die wel worden voorgedragen vanuit de terreinbeheer. Dus dat zou ook voor vanuit de waterschap of vanuit waterbeheerders in het algemeen goed zijn om bij de NVWA kenbaar te maken of het ministerie van duizendknoop moet op die lijst, zodat we het beleid intern kunnen ophangen aan die richtlijn en waarmee het meer makkelijker wordt om het ook op te volgen. Juist, want dat zeg je mooi, Jan. Ik denk inderdaad, beleid, hè, er zijn instructies om ermee om te gaan, maar als je beleid hebt, als dat gedekt is door wetgeving, dat is natuurlijk altijd handig, dan sta je er net wat sterker mee. Dus het zou mooi zijn als we dat nog kunnen onderbrengen bij Europese wetgeving, als het daar aan de lijst van invasieve soorten zou kunnen komen. Ja, mag ik daar aan toe afvoegen van... Het zou wel mooi zijn als het ook landelijk door alle organisaties gedragen wordt. Want als wij op die ene strook bestrijden en de TBO die er langs ligt, die ziet er geen prioriteit in. Ja, dan is het natuurlijk dweilen met de kraan open sowieso. Ja. Dus dat stimuleert alleen maar om te zorgen dat er iets op papier komt wat we gezamenlijk aan kunnen bestrijden. Ja, precies. Nou, er wordt bijvoorbeeld in Gelderland ook wel gesproken over om te kijken of gebiedsgerichte aanpak wat dat betekent. En dan is dat eigenlijk voor exoten in het algemeen. Want duizendknoop is een voorbeeld, maar je hebt natuurlijk veel meer soorten waar de een wel aan het bestrijden is of aan het beheersen en de ander totaal niet. En dan blijf je gewoon bezig. Dat schiet niet op inderdaad. Maar je ziet dat dit ook een vraagstuk is wat wij hier niet zomaar even opgelost krijgen, maar het is wel een probleem. En hoe we dat moeten tackelen, dat is wel mooi om daar nog over na te denken en daar oplossingen voor te bedenken. Want inderdaad, we kunnen maar best eerst kijken wat kan ik zelf doen, wat kunnen wij als waterschappen zelf doen, maar we hebben ook buren. En als wij het doen en zij doen het niet, wat dan? Ja. Kun je nu vrij weinig mee? Ja, gemeente Amersfoort die heeft de duizendknoop aardig weer in het nieuws gebracht afgelopen zomer. Wij noemen de komkommertijd ook niet meer komkommertijd, maar op kantoor noemen we het de duizendknooptijd, want wij worden dan ook altijd oversteld met telefoontjes. Ja, Amersfoort heeft het heel rigoureus aangepakt. En als je nu kijkt, we zijn weer verder in het proces. Ze hebben alles geïnjecteerd, gewoon echt alle locaties die ze konden vinden hebben ze geïnjecteerd met glyfosaat. De stengels. En ik vind dat persoonlijk een heel erg rigoureuze manier van werken. Een gedifferentieerder aanpak zou misschien eerst eens kijken van waar is die echt een daadwerkelijk heel groot probleem. En vervolgens daar kun je dan dit injecteren gaan doen. Maar er zijn ook locaties waar misschien helemaal niks hoeft te worden gedaan. En er zijn locaties waar je ook met andere maatregelen... En dat is precies de volgende vraag, Jan. Ja, precies. Kijk maar eens mee.
Want waar zet jij op in? Hè? De meesten hebben het, heel weinig niet. Wat doe je als eerste? En daar mag je even je antwoord op geven. Ondertussen geef ik even uitleg bij de foto's bij wat je ziet. Die mogen nog even terug, Jan, die foto's. Loop ik heel... Oh nee, we moeten snel zijn. Hè? De juffrouw heeft mij... Je hebt nog vijf... Nou, even snel. Ja, maar ik wou de bij de eerste zie je in ieder geval dat je in ieder geval je machine schoon moet maken. Als je ergens gewerkt hebt aan Duitse knoplocaties. Belangrijk bij voorkomen van verspreiding. Ga je beheersen, dan kun je het klein houden. Dat zie je hier. Hier staat hij wel nog, maar je houdt het klein. Je laat het niet uitgroeien. En wil je hem uitroeien, dat hebben wij gedaan. Dan graaf je met wortel en tak uit en accepteer je hem aan je kamerraam. Ja, dan is dat het gevolg. Nu in het klein en uiteindelijk groter. Maar het is een keuze. Het is nog steeds een mooie plant om te zien. Nou, het antwoord sluit aan wat wij ook hoopten. Tenminste, de meerderheid geeft aan, voorkomen van verspreiden is stap 1, want daarmee voorkom je dat je nog meer moet doen in de toekomst. Het is wel duidelijk dat dat nu niet gebeurt. In zeer beperkte mate. Je ziet overal voorbeelden waar nog steeds met maaizuigcombinaties duizendknoop wordt gemaaid. En een van de grootste verspreiders van duizendknoop is het werken met een maaizuigcombinatie. En zeker als die ook nog niet aan het eind van het maaien ook nog niet onzorgvuldig wordt schoongemaakt. Dus dat je eigenlijk naar een collega of een buurman rijdt en daar vervolgens de duizendknoop ook weer plant. En je ziet, Jan, ja, ik onderbreek je omdat wij wat sneller erdoor moeten. Maar je ziet in ieder geval dat wij een hele grote speler zijn in dat verspreiden. Want dit is 225.000 kilometer en we hebben nog zo'n beetje 18.000 kilometer waterkeringen. Daar zitten wij met z'n allen hiervoor. En daar vindt ook de meeste verspreiding plaats. Maaimachines die van plek naar plek lintvormig door het landschap gaan. Er is nog één grotere speler met 1,7 miljoen kilometer. Dat is de ondergrondse infra. Maar die doen het maar op één manier. Die graven alleen maar en die graven echt niet elke week of elk jaar een sleuven open. Maar daarmee wel ook een hele grote verspreider. Is maaizuig zo'n probleem om te verspreiden? Nee, ik denk dat het niet zozeer een probleem is, Jan. Maar heb jij het beproefd? Nee, maar dat zou eigenlijk het onderzoek zijn wat het meest prioriteit zou moeten krijgen. Ja. Want ik zie wel voorbeelden van bermen en ook waterkeringen waarop je of gewoon waar gewerkt wordt met een maaizuigcombinatie. In Vlaanderen zijn ze tot dezelfde conclusie gekomen. Daar is wel een klein onderzoekje gedaan van het verschil is gekeken van op locaties waar duizendknoop voorkomt en zich verspreid heeft. Hoe is het beheer daar geweest? En op plekken waar die zich echt verspreid heeft en meerdere plekken voorkomt, is eigenlijk bijna altijd gewerkt met een maaizuigcombinatie. Dus daar zit wel degelijk een risico in. Nou ja, bijvoorbeeld provincie Gelderland daar is iemand heel erg actief op duizendknoop, Olga van der Veer. En die heeft er dus voor gekozen om op locatie waar veel duizendknoop voorkomt, de duizendknoop uit het bestek te halen en duizendknoop apart te laten maaien. Wie doet dat trouwens al? Wie heeft hem in zijn bestek staan en als aparte opdracht om apart te behandelen? Nee, oké. We gaan naar de volgende, Jan. Maar in ieder geval, er is wel aandacht voor. Er zijn ook mensen die het wel al in een bestek hebben benoemd. Het onderzoek. Wie heeft er gehoord van het onderzoek wat ProBos heeft gedaan? Kent iemand het onderzoek? Ooit iemand al op de website gekeken? Kwam vanochtend even aan bod, dus niet meer in de lucht, werd gezegd. Maar is wel in de lucht, hè, volop in de lucht nog, Jan. En zelfs wordt actief beheerd. Hij is geüpdate. Nieuwe dingen opstaan. Dit zijn de methodieken die ze beproefd hebben. Ik heb al iets voorbij horen komen van, nou Peter zei straks, ik heb hem uitgegraven, dat heb ik zo gedaan. En dat vertelde hij. Iemand nog met nieuwe methodieken? Wie heeft iets beproefd wat hier nog niet op staat? Nou, We gaan met iets beginnen, dat komt uit Groningen. En dat heeft met een soort rubberen mat te maken, er zit een kopervezel in. En die schijnt stroom te geven naar die wortels toe en die wortels kapot gaan. En er moet dan 30 centimeter ingegraven worden. De elektrolyte methode. Heb je ervan gehoord? Ja. Daar willen we mee gaan beginnen. Het is er niet helemaal opgestart, maar we zijn met Rijkwaterstaat samen bezig om het op te gaan starten. En ik ben ook benieuwd wat dat uit gaat pakken. Want ja, ik zou zeggen, volg het heel secuur, leg het vast. Ik heb alles aan gedaan om het weg te krijgen en het blijft nog steeds
heel moeilijk om het weg te krijgen. Ja, maar ook deze proef is natuurlijk heel belangrijk om die vast te leggen. Dus dat die niet nog een keer gedaan wordt als hij wel of niet het doet. Maar dat we dat samen vastleggen. Ik weet dat die in ieder geval bij de handreiniging grasbekleding, daar kun je in ieder geval terecht, maar ook nog steeds bij Probus op de site. We hebben nu een forum optie ingebouwd op de website. Want wat we graag willen is dat mensen dus die starten met proeven, die delen op, via dat forum, zodat mensen niet op een andere plek ook dat geld weer uitgeven en die proeven ook nog weer een keer gaan doen. We gaan nu de heetwatermethode samen met provincie Gelderland gaan we die nu aanpakken. Maar ja, dat is op Gelderland niveau. Dat betekent dat bijvoorbeeld de lusgronden of andere type gronden die in Gelderland niet voorkomen, dat we die niet kunnen behandelen. En het is duidelijk dat die methode op de ene grondsoort beter werkt dan op de andere. Mocht u interesse hebben en u ziet het zitten om nog mee te draaien in die proef, dan hoor ik het ook graag. Maar zo zijn er meerdere methoden. En we hopen eigenlijk meer met dat forum meer interactie te krijgen. Dus dat meer mensen daar ook dingen op delen, zodat het niet opnieuw wordt gedaan. Jan heeft ook, hier ook nog een vraag. Even kort en dan Jan nog even. Ja, ik heb even een vraag. Ik heb overigens privé met de duizendknoop te maken, tenminste mijn familie. Want in het veengebied langs een slootje komt die voor. En er is inmiddels een pittige discussie in de familie gaande over wel of niet te bestrijden en zo ja, hoe. Maar dan heb ik zelf vroeger in mijn tuin bamboes gehad, trouwens heb ik nog steeds in mijn tuin, en daar heb ik ook wel eens een beetje nachtmerries van gehad, want zo in het voorjaar kun je die dingen gewoon horen groeien en dat waren bamboes die 9 meter hoog werden. Dus ja, en dan kwam je s'avonds weer thuis en dan was die gewoon, zo'n stengel was gewoon 40 centimeter langer. Hè? Dus, Panda, we hebben ze nu hè. Ja. Panda's, ja, maar die hadden ze toen nog niet. Maar toen op een gegeven moment heb ik gehoord wat je daartegen moet doen. Choppen. Want de batterij, in feite is de wortel van de bamboe is een batterij. Choppen, laten groeien. En eigenlijk net voordat hij echt open gaat, weer choppen. En dat net zo lang herhalen totdat hij helemaal uitgeput is. Ja. Nou, hier hoorde ik toen straks een verhaal over deze plant die dan blijkbaar wortels heeft tot 5 meter diepte soms. Dat moet die plant dus ook heel veel energie kosten. Ja. En ik vroeg me dus af, ja inderdaad, is dat dan intensief maaibeheer? Maar zou dat dus ook werken als je die plant eigenlijk iedere keer knipt, dan even wacht totdat hij weer zijn best heeft gedaan om stengels te vormen, eigenlijk net voordat die bladeren gaat vormen weer, paf. Ik zou hier graag, maar dat ga ik niet doen, dat staat in de rapportage van Probus, dus daar zie je wat intensief, want wat u schetst is eigenlijk een beetje intensief maaibeheer volgens mij, en wat dat dan doet, dat kunt u in de rapportage terugvinden. Daar nodig ik jullie voor uit om dat op de site eens even op te zoeken. Is toch interessant. Maar Jan had ook nog een vraag en dan gaan we gauw verder. Want we moeten al bijna gaan afronden volgens mij. Nou, ik vroeg mij af of er ook al ervaring is met het branden. Door uit te putten door te branden. Dus met branders erop en dat ook. Ja, en ja, door uit te putten door dat frequent te herhalen. Heeft iemand er ervaring mee? Heeft iemand het uitgeprobeerd? Met verbranden. Gewoon net zoals ze onkruid op de stoep wegbranden, Jan. Wat bedoel je? Dat hebben mensen gedaan. Mensen hebben met stikstof gewerkt. Mensen hebben met heet water nu al gewerkt. Mensen hebben met uitputten, met uittrekken, met maaien, met chemisch, met galon, met alle chemische middelen die je kunt verzinnen. Alles is gedaan. Alleen niemand weet hoe het is uitgepakt. Ja, nou dat kun je dan hier wel van zeggen. En dat is dus precies wat het probleem is. En dat iedereen opnieuw. Dat was het doel van de bestrijdingsproef. Om gegevens te verzamelen en die te delen. Zodat niet iedereen het zelf hoeft te doen. Iedere keer komt er natuurlijk weer een nieuwe methode bij. En iedereen denkt weer het nieuwe. Een combinatie van methoden. Dat is denk ik wat het moet zijn. Maar nieuwe methoden mogen bij jullie op de site van Probus, www.bestrijdingduizendknoop.nl. Daar mogen ze opkomen, want dan wordt er in ieder geval verzameld. En dan kunnen we er samen naar kijken en iets mee doen. Ja. Waar heb je behoefte aan? Dat is meteen ook de laatste vraag. Wat zou je eigenlijk willen? Wetende dat wij jou nooit de ultieme oplossing kunnen geven van doe dit maar, dan ben je er vanaf. Of dan heb je er geen last meer van, want je hoeft er misschien niet per se van af. Wat zou je willen? Niemand wil iets. Jan, wat zou jij dan? Ja, ze kunnen het intypen, dus dat mag ook. Die website. Een website, ja. Ja. Een goede website, er wordt allemaal verschillende ideeën. Er zijn nu, we hebben twee websites die interessant zijn voor marketingbeheerders. Ja. Dat is gewoon die van Probus. Als je even de uitleg openklapt. Want er is een website en Probus houdt die in de lucht.
En dat is de website www.bestrijding1000knoop.nl. Daar vind je van alles op over bestrijding, wat er ook beproefd is, zeg maar. Hè, wat ProBos beproefd is. Dan kun je daar in de rapportage zien wat daar het resultaat van was. Best wel uitgebreid, met kosten en ook effect. Nieuw heeft Jan erop gezet en dat mag je zelf presenteren. Ja, ik Jan. Zie dat er nog een vraag is. Dus, Ik miste één ding, want ik hoor hier denk ik heel veel waterschappers aan het woord van om de problemen op te lossen. Maar volgens mij is er nog een partij, en dat is de provincie, die gaat over soortenbeleid. Provincies willen heel graag de regie voeren, maar ik zie daar in de praktijk, ik ben zelf van hun senaars, dus de Groningen en Drenthe, heel weinig in gebeuren. Er zijn wel initiatieven, maar ik denk dat de provincie de partij is om ook de andere treinbeherende organisaties, waterschappen, dus de probleemhouders, op elkaar af te stemmen, waardoor je verder kan komen. Maar ik mis die mensen in het proces. En dat is niet alleen met Japanse duizendknoop, maar het gaat om alle probleemsoorten bijna. Kun je schetsen hoe dit zit, Jan? Ik heb er zelf wel een idee over, maar jij hebt ermee samengewerkt met de provincies in het onderzoek. Ja, maar dat is hetzelfde als bij de waterschap zal hetzelfde zijn. Van, er zijn mensen die het probleem erkennen en daar hard mee aan de gang gaan. En langzaam maar zeker rolt dat door en wordt het misschien iets wat het hele waterschap of de hele provincie overstijgt. De provincie heeft in ieder geval een rol richting die Europese richtlijn. Zijn zij het bevoegd gezag. De Rijksoverheid is daar de handhavende partij, maar de provincies zijn degene die het beleid formuleren. Dus er zit een hele nauwe samenwerking tussen de NVWA en de provincies. Zij bepalen ook wat er op de lijst, die Europese lijst komt bijvoorbeeld. En wat je nu ziet gebeuren met de soorten die op de EU-lijst staan, daar wordt heel duidelijk beheerstrategieën en wijzen van beheer enzovoort worden geformuleerd en dat is op landelijk niveau. De opvolging daarvan is weer een provinciale aangelegenheid. En dat zou eigenlijk met alle soorten de beste werkwijze zijn. Maar ik zie hier in ieder geval ook nog een ander probleem. Dat is een probleem wat ik in ieder geval hier onderken. Is dat het toch best wel lastig is voor overheden om samen te werken. Want eigenlijk zeg je dat volgens mij. Hoe kunnen wij dat dan beter op elkaar afstemmen? De provincie was Limburg en Gelderland waren mede opdrachtgever voor het onderzoek. Dus je ziet, ze doen er wel aan mee, maar dan ontbreekt het ons of de provincie om elkaar op te zoeken en daar samen in op te trekken misschien wel. Dus dat zou best wel een punt van aandacht kunnen zijn. Deze juffrouw die zegt mij dat ik moet stoppen. Ja, terwijl daar dan niet, niet dan wordt daar gestopt en dan ga ik hier nog heel kort, ik zag ergens chemisch langskomen. Het injecteren. Was nog niet opgenomen in het voorschrift van Roundup. Sinds vorige week of de week ervoor is het wel toegestaan op kleinschalige wijze. Dus dat is dat is het enige wat daarover te melden valt eigenlijk. Maar het De CTGB heeft in de staatskrant gepubliceerd. Maar daar ronden we hem echt mee af, maar niet voordat ik gezegd heb, kijk goed op die site, daar staat een beslisboom op. En die beslisboom die helpt je heel goed om te kiezen welke methodiek jij het beste in een bepaalde situatie kunt gebruiken. En dat is wat wij jullie kunnen aanreiken. Die beslisboom is een tool, die kun je gewoon zien en die kun je gewoon doorlopen. En dat helpt je in je beslissing. En daarmee moeten wij afronden. Het had best nog even kunnen duren, maar de tijd is op. Dus ik dank jullie hartelijk voor je aandacht en ik hoop dat je er iets aan hebt. En dat we er ook samen in kunnen optrekken om dit spul te lijf te gaan of om het te laten waar het is, waar we er geen last van hebben.